dank je voor de aankoop van deze Hutspot stamppot emmer. Ik ben Maître André en de komende 2 minuten ga ik je helpen met de bereiding van deze Hutspot. Hoe? Door het voor te doen. Je hebt nu gekozen voor de Hutspot met een runderlapje. Maar weet je, we hebben nog 2 hele fantastische smaken. Dat is de boerenkool met rookworst en de zuurkool ook met rookworst. Maar eerst maken we deze Hutspot met een runderlap. Verbreek het kwaliteitszegel. Neem het deksel van de stamppotemmer en leg het runderlapje in de verpakking op een bord. Neem de stamppotemmer met de aardappel, wortel en ui. Leg het deksel er los bovenop en plaats hem in de magnetron voor 4 minuten. Neem de stamppotemmer uit de magnetron met de aardappels, de wortel en de ui. En neem het bord met het runderlapje zonder een gaatje in te prikken en zet het in de magnetron voor 1 minuut. Nu gaan we de stamppot maken. Het enige dat je nodig hebt is de vork. En het leuke is dat je zelf bepaalt hoe grof of hoe fijn dat je je stamppot hebben wil. Neem het bord met het runderlapje uit de magnetron. Knip met een schaar de verpakking open. Leg het runderlapje op het bord met de zuur. Voeg met de vork de stamppot toe op het bord. En zo eenvoudig is het.